Dit vond ik wel echt een eye-opener. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat de auteur van het dieetboek ja. is per definitie iemand bij wie het werkt, maar die gaat er totaal aan voorbij dat het ja. dus niet voor iedereen werkt. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over gezond eten in coronatijd. 10 slimme eettips. Het zijn lastige tijden voor mensen die graag actief zijn en daarbij ook van lekker eten houden. Want de coronakilo's stapelen zich langzaam in je lichaam op, terwijl het sportseizoen nog op zich laat wachten. Deze 10 tips helpen je om op gewicht te blijven. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie je er goed uit? Dank, dank je. Ja. Jij minder. Af, ja, ik zie het niet zo goed uit. Ja. Misschien moeten we toch even beginnen met te benoemen voor onze vaste kijkers op YouTube. En al die mensen nu op Spotify en al die podcasts hebben, denken ja, ik zie niks. Nee, maar je kan ons ook altijd bekijken op YouTube, op mijn YouTube kanaal Gerrit Heikoop. De trouwe kijkers die denken dan, jezus, zijn die gasten nou <laughs> nog niet naar de kapper geweest? Maar dat komt, het is stiekem, het is vandaag 9 april, maar het is stiekem nog februari. Ik ben al twee maanden hier naar de kapper geweest, maar wij nemen deze even iets eerder op. Uh, omdat dit uh, iets is wat we je heel graag willen vertellen. We hebben namelijk iets bijzonders. Trouwen, fans die weten in onze opening, die je natuurlijk nooit doorspoelt, zeggen wij altijd als tweede tip: als je zelf slimmer wilt presteren. Boek ons. Ja, weet dat je Gerrit en Jurgen ook kan boeken als sprekers en presentator. En daar gaat deze aflevering een beetje over. We gaan zo hele slimme voedingtips met je delen. Maar die zijn tot stand gekomen omdat wij op een gegeven moment benaderd werden door iemand die geluisterd had naar die tweede tip. En die zei: Jo kunnen wij de slimmer presteren podcast ook boeken voor onze week van de vitaliteit. We hebben een programma intern, een soort cultuurprogramma, We willen iedereen binden en daar willen we wat lol en educatie. En ja, het leek ons wel leuk als jullie een programma maken over voeding. Weet je nog? Ja, weet ik. Foutketenregio ja, ja, ja. Brabant, was ja. dat. En het eerste dat wij natuurlijk zeiden, ja, hoezo, bel een diëtist. Ja. En toen zei die, nee, ik wil geen diëtist, want die zegt dan weer allemaal wat je niet mag. Ik wil wat jullie doen, beetje wetenschap. Praktische perspectief en een beetje humor. Nou, daar is deze sessie uit voortgekomen. En uh, nou, die hebben we twee keer uitgevoerd. Echt ronkende recensies. Daar, wil ik toch, daar ben ik trots op. Ik heb even twee quotes eruit gehaald van deelnemers aan die sessie. Hier schrijft iemand. Kort maar krachtig. Uitroepteken. Ja, dat moest ook hè. We hadden maar een half uur. Uh, was 30 minuten en dan 15 minuutje vraag en antwoord. Dus dat was het format van die sessie. Echt duidelijke handelingsperspectieven en een goed verhaal. Ontzettend leuk voor de afwisseling en om aan. En om je aan het uh, denken te zetten. Top. top. Ja, dat vond ik ja. mooi. En deze vond ik ook heel tof, ook aline. Heel fijn duo. <laughs> ja, dat is toch spannend, hè? Dat is ja. toch de eerste keer dat we naar buiten gingen, zo. Goed op elkaar ingespeeld. Goede tips, humor erbij, eigen ervaringen, voorbeelden, fijne plaatjes. Was echt heel erg leuk. Nou, toch nog maar een keer. Die fijne plaatjes kun je in deze aflevering dus ook meekijken op YouTube, hè? Maar we zullen proberen het beelden te vertellen, zodat als je dit nu luistert, dat je het ook allemaal kan begrijpen. Verder zagen we in de in de reviews uh, of in de, in de evaluatie veel. Het had wel langer mogen duren ja, ja. bij deze. Toch eigenlijk hadden we nog even moeten checken nu hoe het met uh, de groep gaat. Hè? Hoe het of, met ze gaat. Ja, En ja. De, de gewichten een beetje bijhouden en ja. hoe, wat ze hebben overgenomen. Nou, ik zou willen uh, beloven dat we dat gaan doen. Maar dat heeft geen zin meer voor deze aflevering. Nee. Maar dat uh, posten we wel op de socials. Dus uh, we checken nog even in. Want een van de dingen die we hadden gedaan, en die we nu ook bij jou gaan doen, is: er komen zo tien tips. En wij beseffen ons, 10 is veel te veel. En 10 kan je nooit allemaal tegelijk gaan implementeren. Dus de uitnodiging aan je is. Luister goed mee, pak pen en papier of iets om aantekeningen te maken bij de hand. En laat ons nou eens na afloop weten welke drie tips. Zou jij mee willen gaan experimenteren? En dat kan je doen via de bekende kanalen natuurlijk. Hè? Social media, slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Of je kan het naar ons mailen, post slimmerpodcast.nl. Of laat het even weten op onze website, www.slimmerpodcast.nl. In de reacties onder de post van deze aflevering, toch? Dat, dat werkt goed. En uh, we zagen daar hele diverse tips ook die mensen oppakten. Want wij beseffen ons ook wel: niet iedere tip is voor iedereen. En de eerste disclaimer ook maar: alle tien dingen die ik nu ga <lacht> zeggen, <lacht> doe ik zelf ook niet allemaal. Nee. Hè? Jawel? En, en, nee, en soms denk ik ook ja. Dat wisten we toch al. Of misschien triviaal. Maar ja, er zitten toch... een paar open deuren ja. in. Maar je moet het ook makkelijk houden. Is goed voor de succesbeleving. Nee, maar ik ben zeker bij alle tien moet ik soms zeggen: nee, dit doe ik niet. Nee, nee. Of, uh... Nou, laten we beginnen. Eerst even de aanleiding. Ja. Uh, we werden dus inderdaad gevraagd: week van de vitaliteit, intern programma. Uh, ik zal nog één keer zeggen: daar kan jij, als je iemand kent die ook zo'n programma moet opzetten. Dus ons gewoon voor boeken. Hè. Heb je gewoon live de slimme presteren podcast in jouw online event. Of offline event, als, we, ja. als het weer mag. Um, en toen vonden we uitgerekend in die week een artikel op nws.nl. Ja, en die is later wel herhaald in andere media, et cetera. Dat was toch wel uh, het ja, een, nieuws behorende bij de coronapandemie waarin ja. we nou eenmaal uh, zitten. Let op, hè? wij <laughs> kijken naar dat artikel op YouTube, maar onze luisteraars die zien de kop niet. Nee. Mijn broeken zitten strakker. We eten en zitten meer in coronatijd. Herkenbaar? En dat was het. Ja, je, het, nou... Voor mezelf dan misschien wat minder. Omdat je denkt, ja, maar ik ben juist iets meer, vooral. Ik denk nog steeds terug aan uh, toen het begonnen, half maart. 2020. 2020. Ja. Dat is nu een jaar geleden. Je. Lente, prachtig weer. En eigenlijk fiets, weer, loopweer, noem maar op. Ja. Dat ik denk, ja, ik heb volgens mij nog nooit zoveel buiten gesport als toen. Uh, de, maar ja, het duurde allemaal wel een stuk langer. Er kwam ook een herfst aan en een winter en noem maar op. Ja. Nee, maar kijk, de moraal van het verhaal was duidelijk. Er is gemeten van de van, van van de Nederlanders. En het is duidelijk dat de groep die al behoorlijk hard sportte... bleef sporten. Misschien gingen ze al meer sporten. Ja, daar schaar ik mezelf en jou ook nog wel onder. Maar juist die kwetsbaardere groep, die al meer zit. Minder bewoog, ja. Minder bewoog, meer zit die gingen ja die die misten hun wekelijkse uh, uh de club, de, de club. vereniging, de ja. groepstrainingen, ja. Ja, en, en ga niet zoals wij uh, vanzelf uh, hardloopschoenen aantrekken of we hebben geen fiets daar. Nou, uh, en ik moet bekennen, ik herken het in de, uit de tweede lockdown ook wel hoor ja. dat het een hele dunne balans is. Ja. Dus inderdaad, veel meer bewegen. De eerste lockdown deed ik ook. En die tweede lockdown heb ik echt wel een paar keer, ook een week gehad. Gewoon vet veel op de bank, Netflix aan. Ja. Ook toen met die sneeuw en dat ijs ja, en zo. Ja. Dus ook ja, wat moeilijker. Plus te dat je iets hebt. Ging nou, wel schaatsen natuurlijk. We wachten dit even af of zo. Ja. En dan komt het allemaal wel weer goed. goed het is, uh... het is nu lente, hopen we. Ja. Nou ja. <laughs> um, jij begint meteen over sporten en bewegen. Ja. Want dat is toch, als je wil afvallen, draait het om meer bewegen. Ja. Of valt... niet? Ja, het valt mij gewoon op. En ik, tuurlijk, iedereen praat over de energiebalans van nou, elk uh, pondje gaat door het mondje. Hè. Dat zijn wel die uitspraken. En uh, het is gewoon een kwestie van uh, energie uh, in in de vorm van voeding en energie uit hoeveel je beweegt. Ja. En dat uh, ga je googlen... en dan kom je allemaal mooie plaatjes van die balans tegen. En ik denk toch wel dat het een stuk gecompliceerder zit. Waarom? ik het zo zeggen? Is, um, het, is, is niet afval, hè? want de, 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 ja, daar hebben we deze aflevering ook links op, om, op gewicht komen. Wel, afvallen. maar waarom is het zo moeilijk om een dieet vol te houden? Uh, ik, ja, er zit heel veel eigenlijk al in de fysiologie... gewoon van hoe ons lichaam in elkaar zit... Waardoor uh, ergens zit een, een, een soort, nou, ook al een begintermostaat. waarvan je denkt, hé, hey, die zorgt er toch voor dat die balans. ten alle tijden eigenlijk hersteld wordt. als die uh, de verkeerde kant op gaat. En dat is, uh, ja, dat is ook hoe ik het geleerd heb in mijn begintijd als student. of fysiologieboeken. Proefdieren die ze dan even nou, heel veel laten eten, of juist uithongeren. En dan gaan ze dus kijken naar de energiebalans. Dat kunnen ze goed meten? En eigenlijk zit er dan een natuurlijke reflex in: van als jij meer gaat eten, ja, dan ga je ook meer verbruiken. Dan ga je proberen om ja, dat door middel van meer bewegen. Uh, Idemdito, als je iemand uithongert, gaat hij, of ratten in dit geval, gaan ze ook uh, zorgen ze ervoor van ja, we willen, krijgen minder binnen. Nou, dan gaan we ook minder uh, uh, zeg maar, uh, verbruiken in ja. onze activiteit. gaan ze wat stiller zitten. Alsof dus het lichaam netjes uh, erop afgesteld is om die balans te bewaren. Dat is, hoor ik, het leerde. En dat is denk ik wat, wat tekstboeken van 30 jaar geleden schreven. Mm -hmm. En waarbij het dus eigenlijk zoiets was. Ja, echt obesitas, overgewicht. Nou ja, dan moet je wel. Uh, dat is niet, niet natuurlijk, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. um, ja, en inmiddels, dat is denk ik het vorige plaatje wel. Als je die complexiteit. Daar staat de balans nog steeds in het midden, voor de, voor de kijkers natuurlijk. Ja, Beschrijven ze even wat we hier zien. We zien de Obesity System Map. Ja, en waarbij ze dus het onderzoek. Een nou, bord spaghetti ziet het eruit. Hebben ze puur uit het biologische onderzoek, wat in het midden zit, de energiebalans, energie, ja. hebben ze uh, aangevuld. Met onderzoek uit, uh, met, met rekening houden met psychologische effecten, economische effecten, sociale effecten. Noem alles maar op en dan blijkt het toch wel erg complex te zijn. Ja, dus het is het, hetgeen wat bepaalt of jij op gezond gewicht blijft of niet, is veel complexer dan, dan wat erin gaat versus wat eruit ja, gaat. Ja, dan die simpele balans. Ja. En ja. als we dan toch even kijken naar die rol van bewegen, want ja. we hebben hier een, een plaatje voor ons en wederom luisteraars, ik ga het zo goed mogelijk allemaal proberen te beschrijven. Daar zien we weer die balans: links een balk met 100% energie En wat zien we in de balk rechts? Ja, de energieverbruik. Dat mooi in balans. Alleen dan is het natuurlijk de eerste neiging: ah, ik ga gewoon meer bewegen, want dan verbruik ik meer. Ja. Um, het is een logisch gedachte, er is niks mis ja, mee. Ja, ja. En uh, ik ga nou ook niet zeggen dat bewegen uh, dat je dat niet moet doen, want nee. allerlei aspecten die gezond zijn uh, met, met bewegen, hart en vaatziekte tegengaan, goed voor kankers, uh, nou zelfs ideeën dat het immuunsysteem versterkt. Nou. Maar als jij seks zegt, zegt ik, ga, uh, ik wil kilo's kwijtraken, dus ik ga daarmee ik ga meer bewegen om dat te doen, dan is dat toch wel heel lastig en dat laten ook studies zien. Studies met mensen die overgewicht hebben, die ze dan op, het, op een beweegprogramma uh, brengen en dan gaan ze na nou, pak een beetje drie weken, vier weken is meten van hoe gaat het toch met die, uh, die kilo's? En blijkt dat zwaar tegen te vallen. Ja. En dat heeft eigenlijk, als je dan inzoomt, te maken als je gewoon sec al kijkt naar de energiebalans, is het energieverbruik wordt dan grotendeels bepaald eigenlijk door je rustmetabolisme. En dan nou, staat daar... Uh, ja, we zien deze balk drie onderdelen. Rustmetabolisme, oftewel die energie die je verbruikt, gewoon door te zijn, te ademen, ja. je bloed rond de pomp, nou, weet ik te pompen. Naar te denken. En, uh... Dan zien we een tweede, uh, uh, dus dat is 60 tot 70 procent zien ja. we een tweede blokje. Dat is voedingsgeïnduceerde thermogenese. Ja. 10 procent. <laughs> dat is een heel moeilijk woord. Wat betekent dat? Ja, dat is. Uh, Naar nou, thermogenese is eigenlijk uh, warmte ontwikkelen. Nou, ja. Dat moeten we sowieso. Dat doen we in rust ook. Dat is ja. ook kijk, warmte we, is energie. Ja. Ja. We willen natuurlijk allemaal onze lichaamstemperatuur op peil houden. Het eten zelf kan ook wat, kost ook energie. Afhankelijk een beetje. Daar komen we kom wel op terug. van de, ja, de vorm waarin dat voedsel exact. gegoten is. Exact. Um, ja, je darmen moeten aan het werk. De, uh... Dus dat is gewoon de energie die het kost om te eten. dus ja. ongeveer 10% en houden we 15 tot 30% over. En dat is dan van de energieverbruik lichamelijke activiteit. Precies. En dat is, een, dat is de speelruimte waarin je eigenlijk zit op het moment dat jij meer gaat bewegen. Ja. Ja, dat is een beperkte speelruimte, laat ik het zo Kortom, zeggen. Kortom, in deze sessie, die 10 tips gaan over die andere 80%. Ja. Want, wat ook nog, want als je dit gaat doen, dan zul je zelf wel merken, denk je, ah, je krijgt als een soort reflex van het lichaam zegt, hé, hey, iets meer verbruikt, krijg, krijg je meer honger, hè? Nou, ja, en je gaat ook denken, ik kan me iets hebben, want ik heb vanochtend uh, gesport. Dat denk ik, als ik in die weken dat ik heel veel sport, denk ik nou, ik ben een soort verbrandingsoven, ja. alles kan erin, want Precies. ik loop het er toch wel uit. En het andere is, dan ga je op die bank zitten en denk je, ah, heerlijk, ik heb gesport. en dan blijf je net iets langer op die bank zitten ook denk oh nee. ik. Denk ja. jij of heb je onderzocht? Die, ik niet persoonlijk, maar die onderzoeken zijn er geweest. Zeker dat Goed mensen zo. uiteindelijk gewoon meer rusten, uh, meer rusten. Spend, meer ja. Rusten. ja. ja. Hey, en daarom gaan we dus vandaag hebben over slimmer eten en niet over diëten. Toch nog even, je hebt een mooi verhaal over waarom diëten voor de meeste mensen niet werken. Toch? Het gaat over ja, responders en non-responders. Ja, zeker. Dat de, nou ja, de, we, Daar ja. hebben we het vaak over, wat responders en non-responders. Toch even voor de mensen die dit voor het eerst ontdekken. Dat zijn dus in, in een wetenschappelijke studie, als je naar een effect zoekt... dan uh, doe je alle mensen bij wie je geen effect zoekt, die noem je dan non-responders. En ja. daarmee verklaar je dat. Klopt. Die kun je ook omdraaien, want hoe zit dat met dieetboeken? Dieetboeken heb je natuurlijk ook een hele range van mensen die het heel goed doen op een dieet... Ja. En mensen die helemaal niks doen op een dieet, misschien zelfs averechts, ja. en dat is een hele mooie verdeling. En uh, mijn idee is: en volgens mij heb ik dat wel als een hoogleraar ook in een presentatie horen verteld. Die zegt: Ja, als je nou kijkt naar de, de groep die het goed reageren erop, nou, dat is dan 5, 5 à 10 procent. Dus op na, een dieet. na na twee goed, jaar dat dieet het? nog volhouden, ook ja. inderdaad, uh, nou ja, een, een significante hoeveelheid kilo's zijn kwijtgeraakt. Ja. Die, die, die zijn heilig van overtuigd. Dit is het dieet. Dus. En die gaan ook vaak een, uh, dat verkondigen. door middel van. Die schrijven daar een boek gaan, over. Ja, die gaan ja. een boek schrijven. Nou, dit vond ik wel echt een eye-opener. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat de auteur van het dieetboek ja. is per definitie iemand bij wie het werkt. Maar die gaat er totaal aan voorbij dat het dus ja. niet voor iedereen werkt. Ja. Maar jij hebt ze wel toch, de dieetboeken? Ik heb weinig hier dieetboeken. We uh, hebben hier één ding liggen, toch? De dus ja. supervet verbranden, hebben we het wel eens over gehad. Vind ik interessant. Ja. Uh, maar uh, ik blijf bij. We, wij gaan dus niet in dezelfde valkuil stappen. We gaan dus ook niet betogen dat al die tien tips die we nu gaan geven, dat die voor iedereen werken. Maar daarom de opdracht, ik herhaal hem nog maar een keer. Laat eens weten, pak er drie waarbij jij mee aan de slag gaat, ja. toch? Ja. Zo, we beginnen met tip één. Dat is leuk. Ja, hij is leuk. Tip 1. Je zal merken dat we ons baseren op een mooi concept. Namelijk niet wat je niet mag en wat je moet doen. Maar op de eetwissels. En die hebben we niet zelf bedacht hoor. Die zijn gewoon van het Voedingscentrum. Het is natuurlijk het instituut in Nederland wat gaat over gezond eten. Maar we dachten, nou, op basis van die eetwissels, dan weten wij er ook nog wel een paar. En de eerste gaat over, wie van jullie drinkt er wel eens sinaasappelsap? Drink jij wel eens sinaasappelsap? Ja, ja? Ja, ja, nou ja, te weinig denk ik soms. Te weinig zelfs? Nou, dat ik het zelf pers. Ja, 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 precies. Dat, nou, ik uh, heb dus, deze, dit was mijn eerste, dit was mijn makkelijke. Ik drink al jaren, sinds dat ik zelf hoorde over deze eetwissel, geen sinaasappelsap meer. En dat komt omdat, hier is onze eerste tip: vervang je sinaasappelsap door een sinaasappel. En dat is eigenlijk door het gegeven dat uh, als je een sinaasappel uitperst, dan heb je in een glas, hoeveel, drie, vier, vijf sinaasappels. Ja, in één glas. Drie zo, ja, drie zeker. Als je het goed is. He? Ja. Dus dan heb je in feite de suiker, want fruit is natuurlijk ook gewoon suiker, de suiker van drie sinaasappels in één glas, wat je in één keer inneemt. Ja. Terwijl als jij een sinaasappeltje moet pellen, dan zit je na één sinaasappel. ben je er echt wel even klaar mee? Ja. door Alle vezels en het werk en het kou en alles wat je moet doen. En dan dus, is uh, ja, precies, net zoveel suiker als een glas cola, dat, uh, dat blijkt zo te zijn. Als je het ja. goed uh, uitperst en uh, met drie, vier sinaasappels. En dan hoor je mensen misschien nog wel eens denken: ja, maar suiker uit een sinaasappel is toch. Ja, beter geen suiker. Het is, is het goede suiker. Dat maakt allemaal dus geen flikker uit. Suiker nee. is suiker. Koolhydraten zijn koolhydraten. En of dat nou in een glas cola zit of in een sinaasappel. Ja, het is toch. Uh, calorieën zijn het. Precies. En, uh, en uiteindelijk is natuurlijk die sinaasappel veel gezonder dan een glas cola. Want ook vitamines en vezels. Maar daarom eet de sinaasappel en drink geen sinaasappel. Ja. Ja. En dat heeft denk ik ook te maken als het toch met het uh, thermogenese. Het lichaam moet meer zijn werk doen om een uh, sinaasappel een te, te, te verteren. Waardoor je al sneller uh, nou, ook verzadigd raakt daardoor. Ja. En, uh, nou, hartstikke ja. logisch. Deze ja. doe ik. Check, Check in de box. Deze is voor mij. We gaan door naar tip 2. Ja, we wisselen de moeilijke en de makkelijke tips een beetje af. Die sinaasappel was makkelijk, nu komt er een moeilijke. Vraag aan jou als kijker en luisteraar: eet jij wel eens ultra bewerkt voedsel? Nou, dan kijk ik even naar nee, mijn co ja, collega de wetenschapper, uh, journalist. Ja, nee, het... Help me, wat, wat is ja, ultra dat, bewerkt voedsel? Ja, nou ja, goed, jij hebt dat nog helemaal uh, uitgezocht. Dan moet je wel eens op gewoon op een pak gaan kijken van wat er nou precies in zit. En daar staan natuurlijk altijd koolhydraten en eiwitvet sowieso. Ja, in het tabelletje voedingswaarde. Ja, ja, maar er staan ook allerlei andere emulgatoren en, en nou ja, van alles nog bij, hè? Ja. Uh, ja, dat heeft toch alles mee te maken dat je vaak het uh, nou ja, makkelijker is om dingen eerst fijn te stampen en om ze langer houdbaar te, te maken en in bulk hoeveelheden te verkopen. Ja, nou, de officiële definitie is inderdaad: industriële producten. Dus die worden gemaakt ja? in een fabriek met meer dan vijf ingrediënten. En als je daar even over gaat nadenken, dan besef je. Dat is denk ik toch al gauw meer dan 80% wat je in een gemiddelde supermarkt aantreft. Ja. Dus nogmaals, dit wordt een hele moeilijke tip. Want de wissel is. Ga eens kijken of je in je voedingspatroon. meer onbewerkt voedsel kan krijgen. En daar zit best wel wat uh, wetenschap ja. achter, Jurgen. Vertel. Ja, dit is een uh, studie, dacht ik, van twee jaar geleden. Pas. Dat was uh, verbaasd. Nieuwe inzichten. Ja. Want daar, wat, ik denk dat het uh, klassieke idee toch lang is geweest. Ja. Koolhydraten zijn koolhydraten, wat ik net zei. Eiwit, eiwit. Dus ja, de vorm maakt dan niet zoveel uit... zoals we met de dachten. Maar hier hebben ze uh, alleen... Laat ik het zo zeggen, het idee was denk ik... het lichaam... Ja, voor het lichaam maakt dat niet uit hoe je dat aanbiedt. Die kiest eigenlijk gewoon de hoeveelheid die die nodig heeft. Laat ik mm -hmm. het zo zeggen. Mm -hmm. Dat blijkt dan uit die studie gewoon niet te zijn. Het lichaam laat zich graag foppen... En ook dus je, daarbij je, je, je verzadigingscentrum. Want ja. wat ze gedaan hebben, een groep proefpersonen, pak een beet. Nou ja, het zullen er misschien twintig zijn geweest. Die hadden ze twee weken op een dieet gezet eh, van uh, ultra bewerkt voedsel. Mm -hmm. En twee weken op een dieet van onbewerkt voedsel. Oké, okay, dezelfde proeven dus. zijn uh, verschillend ja. dieet, om en om dan, gewisseld. Ja. Precies. Ja. Nou eigenlijk, en daar bestond het dieet... Uh, ...hadden ze heel netjes gedaan. Hadden ze precies gekeken van de hoeveelheid... Uh, ...koolhydraten, eiwitten, vetten. De samenstelling was hetzelfde, zeg maar. Ja, dus de voedingswaarde van wat er Klopt. in die maaltijd was, was exact hetzelfde... Ja. ...maar de bron van die voedingswaarde... De, de, ...de werkelijke producten op het bord... ...die waren ofwel ultrabewerkt of onbewerkt. Dus dat is een flinke uitdaging geweest voor de Ja, goede puzzel. Ja, en wat ze toen zagen is dat eigenlijk dus met dat bewerkte voedsel... Ja, dat daar gewoon veel meer van ingenomen werd. Ja. En denk je dus, en per gram... Zit... Ingenomen, dus er wordt hier uitgedrukt in, in kilo's ja. per dag. Dus er wordt gewoon meer voedsel door die mensen ja. gegeten, meer bewerkt voedsel. En daarmee ook meer calorieën, want het aantal calorieën per gram is op zich hetzelfde. Ja. Maar als jij meer grammen of kilogrammen gaat eten van dat eten, ja, dan krijg je ook meer... Uh... Dus dat, dat geeft, en dat was toch ook duidelijk, van ja, 2,5 naar, naar 3 hè? Uh, gemiddeld zo. Ja. ja. En uh, nou, als je daarbij kijkt van wat gebeurde er met het gewicht. Ja, dat was dus uh, in het geval van het uh, bewerkte voedsel nam dat vanaf dat, de start van dat uh, dieet, zeg maar, met bewerkte eten. Nam dat meteen toe en uiteindelijk eindigde ze na twee weken op een kilo erbij. Terwijl juist die mensen die overgingen daarna naar het uh, onbewerkte voedsel. die verloren wat gewicht. Ja, en de, nogmaals, de kijkers op YouTube die zien het. maar dit ja. zijn vrij heftige grafieken. Ja. En uh, ik zie wel, dus één kilo min één kilo. dat is natuurlijk klein. er zijn ook gemiddeldes. Maar toch, de richting van de beweging is vrij evident. En ja. dat in twee weken. Ja, zeker. Dus het is al een uh, opmerkelijk dat in twee weken je dat al kan bewerkstelligen. Het is ook, ja, uh, nogmaals, het geeft aan van. ja, je lichaam. Is, is niet in staat om eigenlijk om te, te zeggen van. gaat niet af op de calorieën, mm -hmm. maar gaat af. Ja, die, die, dus dat hij zegt: nou, na zoveel calorieën. zeg ik: ik heb genoeg van de koolhydraten of eiwitten of noem maar op. Nee, die, kan, die laat zich op die manier toch foppen. Dus, en dat heeft eigenlijk, denk ik, het uh, belangrijkste effect is op het verzadigingscentrum. Dat verzadigingscentrum. Ja, dat wordt voor de gek gehouden. Ja, dat, uh, gaat, die, die meet niet het aantal calorieën wat jij binnenkrijgt. Ja, dat laat zich uh, op die manier uh, foppen inderdaad. Waardoor het, het later optreedt, de verzadiging, als jij meer binnen hebt met, in, de, in het geval van bewerkt uh, voedsel. Hey, ja. En dan toch om het iets minder abstract te maken, voorbeelden van onbewerkt voedsel zijn dan? Ja, uh, aardappelen gewoon zelf. Ja, eigenlijk alles gewoon bij het groentevak. In hè? plaats dat van eerste, uh, eerste puree helo. of uh, ja. gepureerd spul. Uh, Niks uit een pakje. Nee. Uh, uh, vlees gewoon van de, uh, van de slager in plaats van een van de hamburger ja. uit de diepvries ja. heeft dus waarschijnlijk ook wel iets met kostprijs te maken. Hè? Want ja, al deze dus... dingen die je noemt, die zijn vaak ook net iets prijziger. Ja. Hè? Ja. Ja, ja. Nou, we zeiden het al, een lastige wissel, maar uh, wat mij... Ik kan niet claimen dat ik dit <laughs> helemaal doe. Ik kan wel claimen dat het, het sinds ik hiervan weet, het mij wel bewuster maakt en dat ik links en rechts toch makkelijker dan voor onbewerkt Ja, maar je bent ook, wat jij constateerde in de supermarkt, moet je wel soms even zoeken. Het is, het is gewoon makkelijk vaak. Hè? Ja. Gewoon kant en klaar, makkelijk te koop. Ja. Of, ja. Uh, ja. Mooi. We gaan ja. door naar tip drie. Jurgen, deze podcast heeft als payoff jouw wekelijkse bak koffie met jou en mij. Drink jij wel eens cappuccino? Ja, heel veel. Heel ja. veel, hè? Ik moet jou hier iedere keer een cappuccino schenken. Ik kan jou vertellen: ik, dit is weer, ik heb een eetwissel die ik ook al jaren doe, ongeveer net zo als sinaasappels. Ik drink nooit meer cappuccino. Dit is de volgende wissel die we voorstellen: van cappuccino naar zwarte koffie. En onder cappuccino valt ook lattes en, en alles met melk. En daar ben ik eigenlijk uh, achter gekomen toen iemand mij vertelde: ja, wacht nou even. Maar in melk uh, zit ook ozen, lactose. Ja. net zoals sac saccharose, fructose. Al die ozes, dat is gewoon suiker. Ja, melk is ook suiker. Nooit geweten, hè? Ik ja. heb dat nooit geweten, nee. Ja, natuurlijk ja, vet. Hè? Dus ja. Dat, weten we, dat weten we wel. En dan denk je, nou dan neem ik halfvolle melk. Maar inderdaad, lactose. Ja, je kent van uh, mensen die lactose intolerant zijn. Die missen dat enzym, lactase. Ja. Of uh, dat werkt minder goed. Uh, ja Volgens mij is het uh, glucose en galactose. Twee suikermoleculetjes aan elkaar. Een disaccharide is ja, dus, uh, lactose. Ja, ja, ja. ja, dat is hetzelfde als, als zetmeel in, uh, ja. in, in, in aardappelen. Komt, als jij dat eet, dan gaan de enzymen aan het werk, dan breken ze af naar kleine moleculen, eigenlijk glucose of een galactose moleculen, wordt opgenomen en uiteindelijk weer in glycogeen ja. zo. En de nuance is hier, ja. uh, wij zijn niet tegen zuivel, wij zijn niet tegen melk, maar als je toch koffie ja. gaat drinken, waarom doe je er dan voor de helft melk in? Waar, waar, jij, jij bent ook nadat wij deze eetwissel betogen, ja. toch niet gestopt met cappuccino's. Ja, dat is gewoonte. Ja. Dat is echt slecht. Ja, nee, ja. Ja, en nogmaals, we zeggen ook, je hoeft ze niet alle tien nou, te doen. Nou, maar... ja, en ik krijg bij jou altijd lekker cappuccino. Dat ja, dan zijn we lekker hier, hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> nou, mooi. We gaan door naar tip vier. Deze laat zich wel uh, heel moeilijk vertalen. Deze komt nog uit het feit toen we live waren. Hè? Onze live, want misschien was dat niet helemaal duidelijk, maar als je zo'n in-company sessie of zo'n op maat gemaakt slim Posteren podcast. Dat was ook net voor kerst toen. Volgens ja, mij, dus die die, die, die zijn live, van, hè? Dus het publiek eten. is er live ja. bij, en toen hadden ja. we een raadsel. Dus de kijkers <laughs> op YouTube kunnen meedoen. Uh, en voor de luisteraars gaan we hier snel doorheen. We zien hier twee plaatjes van borden met een uh, hoeveelheid voedsel erop. En het raadsel is: op welk van deze twee borden ligt er meer eten? Wat zou jij in eerste instantie denken, Jurgen? In eerste instantie denk ik echt rechts natuurlijk. Ja, ja. op het rechts. Rechts is een kleiner bord en links is een groter bord. Ja. En wat blijkt nou? Er ligt natuurlijk precies evenveel eten op dat bord. Ik weer Kortom, hier weer even een moeilijke eetwissel. Cappuccino was makkelijk. Het is niet echt een eetwissel, maar meer een wissel rondom het eten. Als je nou toch binnenkort nieuw servies nodig hebt, koop dan... Kleinere borden, hoe zit dat? Ja, dat ik. Uh, was het Del Buff, of volgens mij, een Belgische uh, filosoof heeft daar een bepaalde een, een illusie of zo aan verbonden. Um, en, en toch moet ik een kleine disclaimer, want ik heb later toch ook nog wat studies gezien: ja, dat het, het, het effect redelijk klein is, een paar procent verschil. Maar dit is gewoon zo, als jij, uh, je wil die witte rand. Die wil je zo klein mogelijk maken. Dat is, nou ja, dat denk ik nog steeds. Met opscheppen ik... gaan, ja. geloven. Dus je gaat meer opscheppen. Daar gaat het eigenlijk, daar ga je de mist in. Je, je kan niet van tevoren goed inschatten, denk ik. Hoeveel van... genoeg is? Nee. Ja. Dat is ook weer van ja, je en En dus je laat eigenlijk hoeveel je opschept afhangen. Van de grootte van je ja. bord. Ik herken dat wel. Ik heb wel ook nadat ik dit weet, ik doe dit niet structureel, maar ik doe wel eens voor de lol. Pak je wel zo'n zo broodbordje, zeg maar, voor ja. het avondeten. En ja. dan probeer je daar alles op te doen. Nou, ik ben dan wels, heb je echt uh, het idee ja. dat je enorm bord weg eet. Maar Natuurlijk het is ook, weet je dan, ja, het is een boterhambordje. Ik heb wel gelezen dat uh, de bordgrootte uh, ja. de laatste. 20, 25 jaar, is gewoon gegroeid met nou 10, 15 procent. En wat is de laatste 10, 25 jaar gebeurd met de bevolking? Ja, dus nou ja, en ik moet zelf denken, ik heb wel eens een keer voor, uh, voor mijn vrouw, meen ik, ja, ik zit altijd te klooien met cadeautjes, noem maar op. Ja. Lekker grote he borden. Goud. Hele mooie set. Super grote borden, inderdaad. <laughs> en uh, meer je vierder? Ik Jeetje, man. Waar ben ik aan begonnen? Zeg. Wat ja, want je gooit ze ook niet zomaar mee. Want ha 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 die ha hadden we nog ja, niet, ja, precies, inderdaad. Precies. Zoiets. Dus, uh, nee, dus uh, kleinere borden heeft een ja. effect. Uh, doe een keer een experiment. Schep vanavond eens dus op, op de boterhambotjes En kijk hoe dat voelt. En uh, kijk of je na het opeten daarvan toch net zo voldaan bent. Want dat is natuurlijk een andere culturele component. In onze Nederlandse cultuur is het belangrijk dat je, je bord ja, zo ben ik gewoon opgegroeid. Nog steeds doe ja. ik dat. Ik, ik weet nog, ook, ook bij kinderen die hun bord niet helemaal leeg heeft. Oh, geef maar aan mij, ik, ik doe het wel. Maar hier nog, want je laat je zo foppen bij het opscheppen. Nou, daar kan een bord bij helpen. Maar ook, ja, jezelf, dat je soms misschien niet oplet of noem maar op. De, 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 de opscheplepel. Het blijkt gewoon dat als jij, wat jij opschept, dat jij dan vaak tot 30% meer opeet, zeg maar. Uh, omdat dat inderdaad gebakken zit. in van... Dus voor hetzelfde geld pak jij een kleinere je een kleinere lepel, lepel, ja. opscheplepel. En dan voor je gevoel wil je zo drie tot vijf keer scheppen. Ja. En als je acht keer moet scheppen, ja. dan denk je. Nou, dat is wel heel veel. Hè? Ja, 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 maar dat is toch gewoon dat je dan niet eens nadenkt. Denkt van ja, nou, dan, en voor je het weet heb je 30% meer gegeten. Wow. En zonder. Zonder dat, dat je daarna zegt: ik zit, oh, ik heb zoveel op, ik zit, zit helemaal vol of noem maar op. Fantastisch. Ja. Leuke, makkelijke, nou ja, medium makkelijke is deze. <laughs> We gaan door naar tip 5. En ik zal bekennen, deze hebben we gewoon één op één van het voedingscentrum ge gejat. Hè? Ja. Deze zit ook in de eetwissels van het voedingscentrum. En dat gaat over je zoete broodbeleg. Eet jij graag zoete brood? Nee, ik ben oh, niet Nee, helemaal zoetkouw, nee. Ik, ben oh, ik wel namelijk, een, ik wel. En, en dit, dit is wel een tip die ik zelf ben gaan toepassen. Dat is namelijk van chocopasta naar pindakaas. En nou is het niet zomaar alleen omdat daar minder suiker of zo in zit, dus, dus je wil niet de vruchtenhagel of weet ik het allemaal, dat snappen we allemaal wel, meer zoet, maar pindakaas schijnt aan de andere kant op ook nog eens een heel gezond spulletje te zijn. Hoe zit dat? Ja, pindakaas zelf, de pindas zijn in ieder geval, daar zijn al studies uh, gedaan, onderaan in Maastricht weet ik, gewoon gekeken. Maar dat uh, naar mensen die uiteindelijk allerlei kwalen kregen en dan, uh, nou ja, in de... De loop van de tijd vervolgd, gekeken naar het eetpatroon. Uh, en daarbij uh, nou, genoteerd van uh, hoeveel uh, eten jullie pinda's, ja of nee. Nou, dan, dan kun je daar een relatie wel vinden. Ik denk dat ook wel in, in dierstudies en in acute voedingsexperimenten apen, ja. uh, gekeken is naar gunstige effecten van, van pinda's. Die zijn ja. er absoluut. Pindakaas moet ik toch wel even... Oh ja, heb je weer disclaimen. een vervolg inzichting. Nou ja, goed, je hebt van die... Uh, ik, uh, ik heb natuurlijk een tijdje in Amerika gewoond. Er was... Was het Jiffy? Is dan zo'n merk. Oh ja, is nou, heel populair. De, daar is, is mijn, uh, mijn zoon nog helemaal... Die, er komt niks anders binnen dan Jiffy. Maar dat... Ja, daar zit zoveel uh, stof en uh, extra dingen bij. Je moet eigenlijk gewoon dus... De, de, de pindakaas die, uh, waar niks aan toegevoegd is. Ja, is Puur. Ja. Dat is nu ook helemaal hip toch. Pindakaas is ook een beetje hip geworden de afgelopen ja. twee jaar, merk. Ja. Ook. De Albert Heijn heeft gewoon allemaal smaken, pindakaas. En, en dan het liefst, dus inderdaad, ongebewerkt. Met, met zo'n laag uh, olie <laughs> Ja, precies olie erop. Waardoor je er eigenlijk denkt: van shit, onderin is het veel te hard. Ja. Maar dat is beter dan die hele smeugen. Want daar hebben ze volgens mij ook nog palmolie of zo iets bijgevoegd. En dat wil je ook al niet binnenkrijgen. Dus, uh... Kortom, tip 5. Pure pindakaas. Ja. Wie is er niet groot mee geworden? We gaan door. We zijn op de helft. Tip 6. Ja, en in onze live show doen we dan nu altijd even een beweegmomentje. Oh ja. hè? Nee, want dan zeggen we, want nee. zitten is niet meer roken. Maar ja, we zijn niet live. Dus jij kan op ieder moment nu YouTube of Spotify of waar je ook luistert op pauze zetten. Doe dat even en draai even rond. Of misschien ben je wel aan het hardlopen of aan het fietsen en je al lekker aan het bewegen. Dus wij gaan door. Tip 6 heeft te maken met. Ah, vind ik ook leuk. Leuk. Sander zit hier helemaal dol te Q met die knop. Laat het er ook maar in zitten, Jochem. Hoef je niet uit te knippen. Tip 6. Als ik tip zeg, was de afspraak cute uit de bumpen. Ik gaat. Het... Ja hoor. Nu wordt het weer heel flauw, hè? Nu wordt het heel flauw. Nee, dit gaat over slaap. Um, Jochem, heb je wel eens het gevoel dat je slaaptekort komt? Ja, heb ik. Ja. En wist jij dat dat een belangrijke relatie heeft met hoe jij vervolgens de dag daarna eet? Uh, Kortom, onze uh, ja. tip, een moeilijke... Zorg dat je afkomt van je slaaptekort en dat je beter bent uitgerust. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. In onze aflevering over slaap met de slaapdokter. Casper yep. uh, Jansen. Ja. Maar jij hebt daar wetenschappelijk uh, onderzoek bij gevonden die uitlegt hoe dat komt. Ja, ik heb dit, dit is een voorbeeldstudie natuurlijk. En dat is, dan denk je, ja, hallo, dat is nogal, uh, nog, nogal heftig. Dan hebben ze gewoon een groep mensen gezegd. oké, okay, we laten jullie uh, normaal uh, slapen. Dus we volgen ook twee weken, volgens mij. Komen op op negen uur uit. Flink slapen zijn het. Ja. En dan hebben ze ook weer gekeken naar uh, energieinname, energieverbruik, het gewicht in de loop van de tijd. Um, en um, daarna hebben ze diezelfde groep twee weken uh, op een slaapbeperking uh, uh, gegeven of ge, gezet. En mochten ze maar vijf uur per nacht slapen. Mm -hmm. Dat is best wel een helm, natuurlijk, misschien. Ja. Aan de andere kant zijn er genoeg mensen die maar vijf uur per nacht slapen. Ja, dat wordt wel eens groep, hè? Ik kan me niks meer nee, voorstellen. Ik, ja, het uh, gebeurt uh, mij wel eens. Nee, maar, ja, uh, ja. Ja. En daar, nou, daar, daar volgen eigenlijk gewoon uh, ja, simpel uit van wat er gebeurt. Even kort, kijk ik toch naar de grafieken die ik heb. Ja, we hebben hier een aantal grafieken hebt. op het ja. scherm, maar we gaan ze weer goed nou, beschrijven. Het, uh, het verbruik gaat omhoog van uh, als je naar vijf uur gaat. Denk je, hé, hey, dat is Je gunstig. Energieverbruik. Ja, energieverbruik. Dat is, dat is weer ja. dat befaamde rustmetabolisme en zo. Ja, die combinatie, uh, inderdaad, de rechterbalk in ja. de balans. Ja. En dat is mooi. Ja. Dat is gunstig. Dus als je Alleen... minder slaap verbruikt, ja, maar dat is ja. ook logisch, je bent meer uren wakker. Precies. Ja. Inname daarentegen, die neemt ook toe, maar veel meer toe. Dus je gaat gewoon, je verbruikt iets meer, iets ah, meer, maar je inname wordt echt dubbel zo'n beetje, staat daar. Ja. En kijk je dan en het gewicht is daar, uh, ja, uiteindelijk een kilo ook wel toegenomen hè, in die, ja. die groep. Nou, die kregen natuurlijk, een, een, ja, uh, ook weer, uh, konden eten zoveel als ze willen, zeg maar. Gewoon uh, ad libitum, zoals we dat dan noemen in onderzoekstechnische uh, mm -hmm. rapporten. Ja. Nou, hebben ze gedacht: van oké, okay, waar lag dat aan? Hebben ze gevolgd eigenlijk die, uh, die eetmomenten? En dan zagen ze: van waar zit, waar zit dit? En wanneer gaan die mensen meer eten? En dat is volgens mij de, de volgende slide. Als oh, ik sorry. het goed heb. Ja, ja, ja. We zoomen ja, in. Nou, uh, 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 ontbijt namen ze zelfs iets minder. Hè? Ja. Dan, uh, ja, dus kan de je... kortslapers ontbijten minder. Ja, ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, toch? Ik, als ik wat slechter heb geslapen, heb ik om iets minder honger. Zochtes. Ja, ja. ja. Lunch, het was hetzelfde eigenlijk. Nou, diner, prima, uh, geen verschil. En dan uh, de data, de snacks overdag. Nou, en toen kwam het moment, het post dinner snacks. Ja. Het snaaien zo van, nou, om vanaf 8 uur, 9 uur s avonds. Wanneer je kopje koffie, doe je daar een, een koekje bij. Doe je er nog een koekje bij. Ja. En soms chips met flame, olijven en kaaslinders. Ja. Ja, worst. Nou ja, dat is het, het, het bijna drievoudige, uh, lieten zij zien. Ja, ergens logisch, als jij om tien uur naar bed gaat. of jij gaat om twaalf uur naar bed. Ja, wat doe je tussen tien en twaalf? Ja, wat je hier dus ziet, en daar heb ik ook wel eens. En ik kan de studies niet noemen, jij misschien wel. Maar dat, dat schijnt ook hormonaal te gebeuren. Hè? Dus als je slaaptekort hebt, dan krijg je snaaiaanval. Ja, ja. Ja. Dat vond ik een heftig ja. inzicht. Ja. En dat is ook wat deze studie eigenlijk onderschrijft. Ja. Dus Kortom, dat... ja. twee uh, belangrijke vervolgtips. Eén, als je <laughs> het nog niet gedaan hebt en je bent geen vaste fan, zoek eens op aflevering 31. Een zeer slaapverwekkende podcast met Casper Jansen. Leren we over het belang van slaap, hoe, hoe je dat kan verbeteren. Allerlei tips. En uh, ik had het er in aflevering 43 al kort even over. Telefoon uit de slaapkamer, op tijd naar ja. bed, geen schermtijd. Nou, al die dingen zitten daar ook in. Uh, en een belangrijke tip, uiteindelijk dus ook voor je voedingspatroon en je gewicht. Ja. Gaan door naar tip 7. Ja, deze tip 7. 7 is gelukkigstal, is ook een beetje een tip in de categorie open deuren. En dit weten ja. we allemaal wel, maar toch goed om onder de aandacht te brengen. En dat is de sluimerende killer frisdrank. Drink jij nog wel eens frisdrank, Jurgen? Maar um, dat is wel goed voor de luisteraar. Dit, uh, is, dit is gewoon water in, de, in deze MOK van ja. uh, LOE. Ik drink het nee, ja, redelijk sporadisch toch. ja, ja maar, maar ik, Dit is, ik, is er weer een van in mijn categorie. Dit doe ik ook. Oh ja, ik drink nooit meer nee. frisdrank. Nee maar, nee, maar ik heb wel ik heb te maken te met kinderen. En uh, ja, die uh, vinden het toch lastig om inderdaad water te drinken. Of uh, die willen toch iets, iets zoeters. Ja. ja, want dat is de wissel hè? van frisdrank naar bruiswater. Ja. Uh, ja, en die spreekt bijna voor zich. Frisdrank is natuurlijk een enorme uh, suikerbom. Um, en ik vind, wel, uh, ik vind wel, helpen dat uh, dat bruiswater. Ja. En we hebben nu ook zo'n ding, hoe heet Heb die? je zo'n apparaat inderdaad? Ja, dat, ik uh, wil de naam ook niet noemen, moet nee. ze maar sponsoren. Maar met zo'n zo grasfles erin, waar ja. je inderdaad kraanwater tot bruiswater maakt, ja. dat hebben wij nu ook. Ja, dat is wel lekker. Ja. En dat is toch even net meer bite dan weer thee ja, of precies. weer water of weer. Ja, die uh, bite, daar heb ik nog even even op, op gegoogeld. Was ja, Even alarmerende dan? berichten van. Uh, ...hé, uh, hey, maar uh, dat, dat is zuur, het is CO2 natuurlijk wat is toegevoegd en het uh, prikkelt inderdaad je, je zuurpapillen in je mond, mm -hmm. dat geeft die zuurige smaak mm -hmm. en mensen gaan uiteindelijk denken, hé, hey, maar uh, ja, zuur is niet goed voor je tanden, et cetera, nou dat is al redelijk snel onderuit gehaald. Weet je wat niet goed is voor je tanden? Frisdrank. Ja dus uh, nee uiteindelijk CO2 is, is een heel normaal gas zeg maar een stofje wat bij het metabolisme ook vrijkomt als jij uh, ja wat jouw spieren zetten uh, zuurstof uiteindelijk om in CO2 we blazen dat allemaal uit hè, in de lucht ja, ja, ja. dus daar zijn allemaal buffersystemen voor daar hoef je geen zorgen over te maken dat het, uh, het, het, het ja, extra zuur geeft. Dus uh, dat precies. is het probleem niet. Ja, en het is aan jou om daar, Bruis, om daar zo'n apparaat voor te kopen? Nou, met, ja, uh, ja. nou, het is in ieder geval beter dan uh, flessen uit de supermarkt slepen. Ja. Ja. Uh, maar je kan ook gewoon water met een citroentje. Makkelijke tip. Uh, hopelijk doe je het allemaal al. En als je het niet doet, dan laat dit het setje zijn om de frisdrank voorgoed vaarwel te zeggen. We gaan oh. door naar tip 8. Mensen die het ritme beginnen aan te voelen, die snappen dat er nu weer een hele moeilijke komt. Maar wel een waar ik persoonlijk heel betrokken bij ben. We hebben het er al wel eens vaker over gehad hier in de podcast. Jurgen, denk je nog wel eens een biertje? Eentje dan, hè? Ja. ja, wel hè. Ja, maar hier komt natuurlijk mijn stokpaadje, de ja. eetwissel: switches van alcohol naar alcoholvrij. En ik heb al een aantal keer beloofd, daar gaan we nog een aparte aflevering van maken. Dat gaan we zeker ook doen. Maar uh, misschien zit er nog wat uh, wetenschap achter. Ja, dat nou eerst maar eens over dat alcohol. Want je hebt natuurlijk jarenlang is verkondigd, ook vanuit de wetenschap, wetenschappelijke studies. Ah, één, uh, één glas, een glas rode wijn, wijn. Ja. Moet, uh, moet kunnen, uh, net zoals of een, of een biertje. Uh, en dat is ja, dat is denk ik twee jaar geleden is dat toch hard onderuit gehaald dat die studies waarop die gebaseerd waren en die uh, vergeleken met gewoon. De uh, mortaliteit dus eigenlijk uh, de levensduur van, van mensen die dan uh, nooit dronken met mensen die uh, één of twee glaasjes dronken. En dan was die tweede groep leefde dan langer, kreeg minder kwalen. Waaruit dan geconcludeerd werd. Hey, Klink, dus klinkt wel een... simplistisch hè ja. deze. Ja, ja. is het ook. Maar ja, aan de andere kant. En toen kwamen we erachter, ja, maar wie is dan die groep die niks drinkt? Ja, dat waren mensen die allerlei leverproblemen hadden. <laughs> En omdat we in het verleden veel te veel hadden gedronken. Bijvoorbeeld. Oh dus die, uh, ja, die, waar, er was gewoon gezegd: ja, jullie mogen niks meer drinken. Jullie hebben al allerlei andere dingen ja. onder de, de haak. Ah, voor, voor mij ligt die genuanceerder. En uh, vaste luisteraars die kennen dit verhaal nou wel. Nee. Daar, gaat, daar gaat die plaat weer. Maar voor mij is het wel echt een, uh, een kaartenhuis. Ja. Ik, heb, ik heb al mijn hele leven. Ik heb, echt, ik heb ook genoeg gedronken. Misschien heb ik ook wel leven problemen, dat weet ik niet. En ik vind drinken ook heel leuk. En ik vind avonden waarop gedronken wordt ook heel leuk. Dus ik zet ze heus nog wel eens af en toe in die joker. Maar wat ik wel zie, ik heb al mijn hele leven ontzettend last van katers. Als ik katerig wakker word, dan vind ik mezelf heel zielig. <laughs> dus dan mag alles. Ja. Weet je wel, snaaien. Vroeger ah, ging ja. ik wel naar een subway en dan zo'n grote, dikke BLT halen. Oh, dat is ook geen sponsor. Ja. Maar, anyway. Weet je, en, en, en snoep en alles mag dan. En component 3 is ook: ik ga natuurlijk echt niet dan lopen sporten. Als ik met zo'n ja, vieze ja. wolk in mijn hoofd loop, dan ga ik niet in het bos lopen rennen. Want dan, dan heeft mijn lichaam het al zo zwaar. Nou, en die componenten bij elkaar merkte ik op een gegeven moment andersom. Toen ik meer ging sporten, dat ik ook dacht: ja, dan gaat er niet als ik aan het trainen ben, ik ben mijn lichaam aan het uitdagen. toch niet dat dan ook nog vergif erin gooien, uh, wat het ook moet afbreken. Dus dat maakte die combinatie. En uh, uiteindelijk, wat, wat ik wel wil toevoegen aan deze tip. en dat is wel de wetenschappelijke kant: een nieuwe gewoonte creëren yep. kost tijd. En de wetenschap is niet helemaal eens. Sommigen nee. zeggen 60, sommigen 90. Maar ja. in ieder geval die, die droge januari. Die bij jou ook ja. bijna lukte. Ja. <laughs> uh, dat is eigenlijk niet genoeg. Die droge ja. maand is niet genoeg. Om echt structureel te wennen aan uh, een nieuwe gewoonte. Nee, maar ik moet wel zeggen. Ik tuurlijk. Ja. Drink ik nou weer op het oude niveau? Ook niet. Ja, dan kan je zeggen: heeft, is dat door dry january? Is dat misschien door de, de coronatijd? De het ja, is, is, ja, is moeilijk aan te geven. Maar het is even, die bewustwording is goed. En ja. jezelf een, een doel stellen. En het hangt erg ook, denk ik, van af van wat die gewoonte wordt, zeg maar. Dus dat is, ja, wetenschappelijke studies waarin ze mensen hebben aangeleerd, volgens mij, om een, uh, een glas water tijdens de lunch te nemen in plaats van, nou, of een frisdrank. Bruiswater, ja. Gaat het om, uh, ja... Pff. Dingen van, van een half jaar soms kom je tegen. Het, het kost tijd. Ja. Ja. En, uh, je... Misschien moeten we nogmaals uitzoeken. Misschien zijn die jokers voor mij. Want dat is natuurlijk wel het ja. effect wat erbij hoort. Als ik nu dan een avond zeg. Nou doe mij maar een biertje. Dan denk ik ook wel. Ja dit is een van de dan drie moet keer meteen, per jaar. Uh, dan, okay. moet hij, <laughs> ja. dan moet hij ook hard zeg maar. Maar uh, nou vatten we mee hoor. Maar als je zin hebt in een feestje. Nee. Hé <laughs> nee. Hey, we gaan door naar tip Tip 9. Weer een, een makkelijke dan, hè, in het ritme. Komen we even terug. Uh, ga je wel eens sporten? Vraag ik ook aan onze luisteraars. Nou, ik denk dat hier uh, iedereen ja op zegt. Maar wat is nou de slimme wissel rondom het sporten? Be careful, wees voorzichtig met sportdrank en sportvoeding. Ja. En als het even kan, ruil dat gewoon om voor chocomel of kwark. De naam alleen al, hè? Sportdrank. Ja, het is misleidend, ja, hè? Ja, dat is verschrikkelijk. Nou, volgens mij hebben we het al in onze aflevering... een aantal afleveringen gehad, natuurlijk. Ja, het is een aantal uh, keren aan de orde gekomen. Je wilt het nu over deels, drinken hebben? 0,8 maar, was dat. Ja, en 8, ja. ja. En dat is eigenlijk... Ja, dit zijn ook gewoon uh, caloriebommen... met uh, nou, veel suikerdrankjes. Terwijl jouw... Uh, jij hebt gewoon een voorraad glycogeen... In, uh, in jouw lichaam uh, waar je minimaal nou, anderhalf uur mee kan, Als ja. jij gewoon gegeten hebt en daarnaast, als jij niet op een super hoge intensiteit uh, fietst of loopt, verbrand jij ook vet, zeg maar. Dus eigenlijk voor, uh, voor nou pak, als je niet langer dan anderhalf uur gaat, nou hoef je, wat mij betreft, niks mee te nemen. Nee, hoef je niks mee te nemen, Hoef je dus ook niet te compenseren. Nee. Dan kun je gewoon met je normale voedingspatroon, is dat kun je dat zeg maar aanvullen, weer ja. En, uh, en nogmaals, dat hoeft dan ook niet in de vorm van, dat, uh, van een, een gekleurd drankje. Dat mag een banaan zijn, heb ik al eerder verkondigd. Uh, en het andere is natuurlijk dat mensen toch wel iets hebben. Ja, ik heb net gesport, nu moet ik iets herstel. Iets, ja. Iets, ja. Hebben we in aflevering 2 al redelijk ontkracht. Dat ja. uh, herstel door voeding is eigenlijk redelijk nonsens. Ja. En dat is eigenlijk van ja, is dat nodig. Je ja, eiwitten zijn een, een belangrijke uh, bron. Zeker. Uh, koolhydraten ook omdat je natuurlijk je glycogeen maar, maar dat hoef je helemaal niet op, ja, met een, niet een extra drankje weer aan te vullen. Nee, en dus er waren daar een paar dingen interessant. Eén, er wordt, wordt gesproken over een soort sweet spot. Hè, over ja. timing. Dat je dat binnen een half uur of drie uur ja. moet doen. Helemaal nee. niet waar. En ook niet dat je dat moet aanvullen. En ik had die laatst met iemand over. Die had een sporttest gedaan. Een inspanningstest. Ja. En die kreeg daar in zijn rapportage bij. Um, ook het advies, na het sporten... altijd binnen half uur, drie kwartier... kwark eten of socomel. Wat ik zei, dit is gewoon niet waar. Ik zei, hoe kan dat nou? Het is een, een professional. En volgens mij wat hier aan de hand is... is dat wat waar is... dat spieren die zich ingespannen hebben... herstellen met eiwitten. Ja. Dat is natuurlijk waar. Ja. Maar het is niet zo... dat je vervolgens... als je een keer een beetje bewogen hebt... Extra eiwitten moet gaan eten om dat herstel te bevorderen. Nee, alsof je een tekort hebt aan aminozuren in het lichaam. Precies. Of, uh, de bouwstenen. Nee, dat is wel. Dat, is, dat zijn leuke studies, vind ik uit Maastricht. Waar ze dan gelabelde aminozuren eten. En dan uh, kunnen vervolgen uiteindelijk tot in de spier. En dan zie je dat inderdaad een stukje van wat je eet na twee uur. Daadwerkelijk in de spier terechtkomt. Dus je bent wat je eet. Ja. We, we, dat, Alleen ja, dat wil niet zeggen dat jij continu een afhankelijk bent van wat jij eet. Tuurlijk moet je wel voldoende eiwit eten. Maar ja, daar zit ook altijd wel een voorraadje in het lichaam. Ja, en nogmaals, en hebben we vaak gezegd: in een normaal gezond voedingspatroon zitten eiwitten. Ja, en ja. ik denk dat misverstand zit hem een beetje. Dat topsporters die bijvoorbeeld na. Ja, kijk eens naar een, 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 een Daphne Schippers die een halve finale en een finale moet lopen op dezelfde avond. Dan zit drie uur tussen misschien twee uur. Ja, dan is het wel even essentieel dat zij ja, goed timed mee. Dan kan ik, het, kan ik het wel voorstellen dat het belangrijk is om nou, in die binnen... Ja, die korte tijd die zij heeft om te herstellen, om dan die eiwitten aan te bieden. Maar ja, voor ons uh, simpele lieden... Uh, en amateurs uh, ja. vaker onzin dan zinvol. En het is wel. Kijk, dan moet ik, als ik natuurlijk gesport heb en daarna kom je thuis en dan heb je op een gegeven moment misschien een beetje honger. Hè? Hmm. Nou, dan is, een, dan is het wel goed om een kwarkje te eten. Laat ja, ik het zo zeggen. Of dus, chocomel. Ja. en vaker genoemd ja. hè. Dat is een gouden recept. Mooi. We gaan door naar de tiende en laatste tip. <laughs> Dit is weer één in de categorie moeilijk. En ook één in de categorie, het lukt mij niet. Ik heb het wel af en toe gepresteerd. Uh, gepresteerd? Gep geprobeerd. Jurgen, kou. Ja. Ben jij een koukleum? Ik ben, uh, ja, ik ben een, een enorme koukleur. Ik ja. ook. Ik hou van warmte. En uh, nou ja, de rage wordt steeds groter. We zien het op Facebook en in ja. allerlei plekken om ons heen steeds ja, meer gebeuren. Ja, die, die UATT uh, Iedereen ligt groepen. maar in het ijs en in het ja. koude water en koud te douchen. Uh, en dat is ook echt een heel goed idee. De wissel is eigenlijk van altijd 21 graden naar koud afdouchen en je thermostaat lager ja. zetten. Waarom is dat zo goed ja, om af dat, te vallen? Ja, dat is... Uh, nou, Wim Hof, hè. die uh, dit die, die ook. Ik moet nog even uh, mijn broer ook de vriend van de show die is ook helemaal into het, uh, het koud afdouchen Welke? en zo. Klaus, Klaus of Monolo. Ja, nee. Allebei vriend van de show, ja, ja. hè, Mannen. hey. En uh, nou, ik bedoel, dat kom ook langs, maar dan richten zij zich met name op het immuunsysteem. Hè? Um, en, maar er zijn ook aanwijzingen uit studies dat uh, dit stimuleert je bruine vet. Mm -hmm. En bruin vet is altijd, uh, dacht je vroeger van, ah, dat hebben baby's en, uh, en dieren die in winterslaap gaan. Dus uh, bruin vet is vet met uh, wat er bruin uitziet, omdat daar heel veel uh, mitochondriën, energiefabriekjes in zitten. Mm -hmm. En dat zijn gewoon uh, mega verbranders. Uh, en blijkt dat het volwassen lichaam heeft dat ook uh, En je kan dat zelf stimuleren door de kou. Maar dan moet ik wel even een disclaimer. Ja, of een kwartiertje douchen bij. Uh, of ja, nou, mensen doen dan korter, of een kwartiertje lak. Een paar minuten voel ik wat tricky. Ik heb het ik, een paar keer geprobeerd. Hè? Aan het eind van douchen, dan twee minuten koud afdouchen. Ja, het, het, <laughs> dat zijn studies in Maastricht, waar ze volgens mij mensen nou toch al snel zes uur in een, uh, in een klimaatkamer zetten per dag. Ja. Op temperatuur van rond de 14 graden. En dat is toch wel een stukje kouder dan het Term staat. 1, 2 graden, maar ja, ik bedoel, al een klein beetje helpen, misschien. Ja, maar dat is wel een. Um nou ja, dat is wel een. Maar waar dit dan op inslaat, als je nou zorgt dat je die verwarming wat lager zet thuis, dan is dat niet alleen goed voor uh, de duurzaamheid ja. en het stoken, maar ook dus, we zagen in het begin die energiebalans en die 60, 70 procent van die energieverbranding die komt uit je rustmetabolisme. Ja. Uh, uh, die thermogenese, Je moet ja. jezelf al uh, inderdaad, het, nodig misschien uit wat, uh, als je lang zit, krijg je het koud om uit die stoel te gaan. Dat is één, en daarnaast nou, dat bruine vet eventueel te stimuleren. Dus, uh, nou, het is wel grappig. Dus, uh, mijn kinderen luisteren toch niet naar die podcast. Dus die <laughs> klagen nog altijd bij ons altijd net even. Uh, ja, wij, bij ons staat die op 18,5 misschien. oh echt? Dat ja, Of ja, ja. op 19. Maar dan vinden mensen ook al koud. Nou ja, ik, volgens mij staat die gewoon niet goed af. Maar dan komen <laughs> ze en dan zijn ze eens bij iemand anders geweest. En dan zegt ze, ja, hé, hey, dan staat die gewoon op 20. Waarom zijn jullie nou? En dan, ja, goed. Denk ik nog steeds van... Nou, maar zeg moet, je dan? Je mag kiezen, anders ga je me lekker koud douchen bij oma Klaas. Ja, precies. <laughs> dat, uh, nee, en ik moet zeggen, toen het echt extreem koud was, de laatste... Nou ja, toen, toen liepen wij, uh, omdat we toch ook veel gingen schaatsen, toch continu in, uh, in drie lagen rond. Met ja. het idee van, we moeten straks toch nog... Uh, Naar buiten? Uh, ja. En eigenlijk uh, beviel dat goed. Hadden we het helemaal niet koud, ook bij die 18,5 graden. Ja, precies. Dus, uh, dus je doet gewoon thermo ondergoed aan de lijzen van wat tevens. Het went uiteindelijk wel, ja. ja, mooi. Nou, dat zijn ze. 10 uh, tips. Ik uh, ga ze nog één keer voor je opzommen, voor iedereen die niet meegeschreven heeft. En natuurlijk weer die uitnodiging. Welke drie tips ga jij mee experimenteren? Ik ga je zo nog een keer vertellen hoe je dat allemaal aan ons kan laten weten. We hadden: tip 1: van sinaasappelsap naar een sinaasappel. Tip 2: van bewerkt, ultra bewerkt, naar onbewerkt voedsel. Hoe meer onbewerkt, hoe beter. Tip 3, weer een makkelijke. Van cappuccino naar koffie. Weg met die melk uit je bakjes koffie. 4. Van groot servies naar minimaal een medium servies. Wees je bewust van het effect van je lepels en je borden. Dan 5. zoet broodbeleg van chocopasta naar pindakaas. Nummer 6. Het belang van slaap. Van slaaptekort naar uitgerust. Op het moment dat jij te weinig slaap hebt, ga je snaien. Dan gaan we naar tip 7. Van frisdrank naar bruiswater is een no-brainer. Visdrank is een killer. Dat hoef je niet te hebben. Tip 8 is dan weer een moeilijke. Mijn persoonlijke favorieten van alcohol naar alcoholvrij. Tip 9 van sportdrank en sportvoeding naar eventueel een chocomelletje of kwark. En tip 10 van warmtejunk naar koude douche. Dat zijn ze. Deel het met ons op social media. @Slimmerpodcast. Op Twitter en Instagram horen we graag van jou wat jouw ervaringen zijn. Met welke drie tips jij wil gaan experimenteren en hoe dat uitpakt. En uh, je mag natuurlijk ook ons aanvullen met een 11e, 12e, 13e wissel. Waar heb jij goede ervaringen mee om af te wisselen? Als het maar niet een dieetboek is. En uh, dat kan ook op onze website, www.slimmerpodcast.nl. Kun je reageren op deze aflevering? En uh, daar kunnen we lekker met elkaar in gesprek en een mooi archief aanleggen. Of je mag ons natuurlijk ook mailen via postslimmerpodcast.nl. En het allerbelangrijkste wat je moet onthouden. dit was een voorbeeld. En ik moet toegeven, een beetje een opgelengde versie. We deden dit uh, de vorige keer in 30 minuten. Dat kan, hè, dan beide we iets minder uit. Um, en dan doen we dat hartstikke live. Kun jij de Slimme Porturen podcast boeken? Voor jouw online of fysieke evenement. En we maken de content op maat. Dit was over voeding. Ja. We hebben er ook een over hoe kun je jezelf motiveren om te pre presteren. Het gaat meer over sportpsychologie, wat je daarvan kan leren. We kunnen het natuurlijk ook gewoon hebben over sporten en trainen zelf. Dus uh, laat ons weten als je interesse hebt via dezelfde kanalen. Dan uh, maken we een mooi prijsje met je. Tot zover. Ja. Dankjewel, Jurgen. Oké, okay, graag gedaan. Tot volgende week.